We zijn alweer in week 6, liefhebbers. Ja, van B&B vol liefde. Laten we beginnen in Portugal bij vader Jacob. Die vader Jacob zegt met het kwallenballenkwartet. Gadverdamme, die vrouwen. En toen was het einde van de quarantaine. En toen nam hij ze ook nog mee uit eten. En hij had je nooit moeten doen, vader Jacob. Had ze gewoon, hup, achter elkaar op het vliegtuig gegooid. En weg ermee. Bonjour in Frankrijk, onze Bert. Ach vrienden, wat is daar niet allemaal aan de hand? Hij heeft daar nu bezoek van een vrouwke. De Friesland Boppen, ja. Maar Friesland Boppen, ja, die probeert het wel, maar die is het dan ook eigenlijk niet. Net als de lawaai-papegaai Gwen. En wat blijft dus over, en dat is zo treurig, voor onze bonjour. Het is en blijft het slagschip Romana. Dat is de vrouw die hij hebben moet. En hij... En zij ook eigenlijk, ze weten bij God niet meer waarom ze niet ja hebben gezegd tegen elkaar. Nee, en dat gebeurt soms, vrienden, in de liefde, zal ik maar zeggen. Daar gebeurt dat soms. Van de weeromstuit zeg je dan zomaar nee. En dan weet je later niet eens meer waarom. En dan gebeuren dit soort ongelukken. Opvallend, vrienden, in de B&B vol liefde. Is het woord diepgang of serieus? Valt het je op? Ja, het is toch ongelooflijk? Want in Oostenrijk, daar begon ineens Jodel Haiti. Die begon te zaniken over die voetbaltrainer. Dat hij, ja, ze kon wel verschrikkelijk met hem lachen. Aha, maar hij was niet serieus genoeg. Pardon? Ha! Wat is dat zeg? Jodel Haiti, wees nou dolgelukkig. A, dat er een man voor je is. En B... Waar vind je een man waarmee je kan lachen? Want de hele wereld zit mutvol met saaie eikels. Dus, en nou wil ze ineens ook serieus. En dat wil die wereldreiziger. Ja, die vrouw, weet je wel, met dat haar zo half. Daar in Noord-Italië, in Valduccia, bij die Vincent. Die zei ook ineens tegen die Vincent. Ja, maar ik wil wel diepgang. Nou, je zag in het gezicht van die Vincent, die schrok zich helemaal de beroerte. Die denkt van, hoezo, diepgang? Ja, nee, er zit natuurlijk wel veel meer achter jou. En hij achterom kijkt, Vincent, die denkt, hoezo is er nog meer? Nee, natuurlijk niet. Dit is wat het is wat je ziet. Dus, oh god. En dit hele probleem hebben we ook al gezien. In Salerno bij die Debbie, bij Ongemakkelijk. Ja, want die begon ook te zaniken over diepgang. Ja, kindje. Want die fitnessvogel, die Pascal, die zag je ook ineens helemaal wegtrekken. Die denkt, krijg ik ineens iemand met een shovel in mijn relatie? Die gaat een beetje zitten graven. En die vroeg ook aan die andere gozer, Jan, ja, maar hoe diep moet ik dan gaan? Ach, jongens. Het is te gek voor woorden. En dan nog even wat. Sinds wanneer hebben ze allemaal last van die diepgang? Want dat B&B gebeuren, dat is dan toch niet meer dan... Je bent toch niet meer dan een veredeld kamermeisje? Dat is B&B gebeuren. Meer ben je niet. Dus hij wil poetsen en schoonmaken, wc's en weet ik veel, en kamers poetsen en bedjes opmaken. En is gewoon kamermeisje. Als ik in een hotel ben, dan begin ik daar toch ook niet over? Tegen zo'n kamermeisje. Die zeg ik toch ook niet, zeg mevrouw, heeft u diepgang? Die zegt ze, ja, neem even lekker van achteren, dat noem ik diepgang.